We staan hier bij een aantal ontwerpen van Louis Vuitton, van het huis Louis Vuitton, ontworpen door Nicolas Ghesquière. Het is wel interessant om te zien wat die jurk met die heel metalig eruit ziet, een soort maliënkolder. Kun je daar iets... Ja, ze zijn machinaal met garens over het kant heen gegaan, maar zo intensief en zoveel dat je het kant erdoor eigenlijk helemaal niet meer ziet. En dan eigenlijk alleen maar aan de zoom is het kant nog zichtbaar. En voor de rest is die stoer afgewerkt met leren elementen en studs en kettingjes en kwastjes. Het is wel heel erg Ghesquière. Hij laat wel zijn handschrift hierdoor zien. Het silhouet, een beetje de verlengde gilet, hebben we vaker gezien bij Vuitton. En het leren halsstuk en aan de leren zakkleppen. En dan een beetje die goudkleurige, het lijkt een beetje een jasjurk. Dat is een Japanse jacquard techniek, heb ik begrepen. Een lurex jacquard. En lurex, dat is dat glanzende materiaal. Dit is volgens mij eigenlijk een jurk die je in beweging moet zien. Ja, ik denk dat hij op zijn mooiste is als het loopt. Met een lampje erop. Ja. En dit is geen couture, wat je misschien wel zou denken als je het ziet hoeveel werk erin zit. Maar het is van een cruise collectie. Ja, en wat is dat? De cruise collectie was aanvankelijk bedoeld voor rijke dames die in de koude wintermaanden naar zonnige oorden afreizen om daar te gaan spelen, varen. En natuurlijk een collectie nodig hadden om zich in te presenteren. En dat werden de cruise collecties. Er zat ook altijd wel een badpak in of een avondjurk. En dat wordt nog steeds gedaan. En heel veel modehuizen, nou ja, niet alle modehuizen, maar een aantal modehuizen die het doen, nemen dan hun gasten mee naar zonnige plekken. De ene keer is het Rio, dan weer Cuba. Dit is in Kyoto geshowt. En hebben vaak ook een referentie aan het land waar de show zich afspeelt. De laatste cruise show van Vuitton die ik heb gezien was in Zuid-Frankrijk bij de Fondation Maagd. Een prachtig museum. Maar er was slecht weer voorspeld. En toen heeft Vuitton een sjamaan ingehuurd om te zorgen dat het droog zou blijven tijdens de show. En verdomd, tijdens de show was het droog gebleven. En daarna kwam het weer met bakken uit de hemel.